Een bestuurbare spin. Ja, oh ja, die kom. Stap die maar af. Ben je er zo groot voor? Kan je zelf kammen? Ja. Oké. Okay. Oh, kwispelen we een vrouwtje? LOL, bol, poppetje. 1, 2. Goedemorgen. Hoi. Wij zijn de Bellega's Family Vlogs. Tof dat je kijkt. We zitten lekker aan ons ontbijt. Lekker broodje, Sanne. Hoe is je? Niet van je zus. En hoe is jouw eten? Laten we even kijken. Is dat weer lekker? Laten we even zien. Mama, ik heb een broodje. Ja, die heb ik hier. Wat is dat? Oh, dat is wel lekker, hè? Nou, laten we zien wat er weer. Wauw. Grote beer is trots op zijn kleine beer. Dag Silla. Doe maar even. Tot straks. Nou, kussie, kussie. Tot straks. Dag meisjes. Dag puppies, kom maar mee. Tot straks. Doei. Vertel eens even, wat gaan jullie doen, meisjes? Ja, we hebben de tas gepakt. Wat gaan jullie doen? Auto-sleutels, hoed. We gaan even de action. Ik moet de foto betalen, een fotolijn. En we gaan even leuke kindervlogjes, items inslaan. Oké, okay. Goed verdeeld. Ik ga verder werken. Ja. Tot, jij haalt nu al op, hè? Dat is gewoon. Oké. Okay. Dag, prinsessen. Dag, Silla. Ik laat die honden maar even uit, denk ik. Ja. Jullie zijn hyper de pieper, hè? Kun je ze aan de lijn doen, Silla? Mag je, nee, anders ben ik ze kwijt, mami. Nou, Silla, lekker schommelen en de pupjes. Ga lekker wandelen. Ja, gaan we lekker schommelen. Brrr. Nou, jullie lekker naar de stad. Papa met de hondjes. Dag, mama. Dag, papa. Oh, door het hekje. Hoefjes. Tot vanmiddag. Jij wandelt even. Ja, ik ga met ze wandelen. Shop ze. Ik moet eerst nog even schoenen aandoen. En een jas, want het is wel fris. Dag! Korte rode broek meer, hè? Ja, ja, nee. Dat is voorbij. Hoe is een pup? Kom. Nou, wij gaan even naar de action toe. Als eerst wil ik er even fotoboeken halen weer voor mijn foto-inplakproject. Daar ben ik bij op de helft van de 2000 foto's. En ik wil daarna even naar de speelgoedwinkel. Weer even leuke itempjes halen om de kindervlogjes te maken. Dat vinden ze toch altijd wel super leuk. En ze vinden volgens mij spelletjes en zo. Dat vinden ze het leukste. Dus dan ga ik ook even kijken of er weer leuke nieuwe dingen voor zijn. Ik denk het wel, want ik heb weer leuke dingen gezien ook op de reclame. Dus dat gaan we samen even doen, Sil. Op weg. Doeg. Zwaai ik eventjes mijn prinsessen uit. Poes en baby, zwaai je. Zwaai je mama en Silla. En de baby in de buik. Nou, zwaai je wissel en pip. Papa laat jullie uit. Ja, even de tassen pakken. Nou, we zijn er. We gaan eerst eventjes naar de action. Kom maar. Auto dicht. We zullen deze kant op. Kom maar. Goed zo. Oh, even kijken of ik een muntje heb. Ja. Voor de winkelwagen, dat is natuurlijk wel handig. Nee. Even kijken hoor. Heb ik een muntje? Ja. Het is een Jumbo muntje. Eerst een karretje pakken, hè? Wacht even. Nou, laten ze maar allemaal doen. Nog een Sil. Ik neem hier alle fotoboeken mee. Zie je dat? Oh, hier zit geen ding meer om. Dat is een beetje zonde. Nou, dan hebben we er weer 3. Zal ik hem maar gewoon meenemen? Oh nee, kijk dan. Die is helemaal kapot. Dat doen we maar niet. Zo, en nou die lijn. Even kijken. Kijk, ik vind deze eigenlijk ook wel mooi.
Hier. Zo, die vinden we ook mooi. En als lunchpauze ben ik dus maar eventjes lekker de pupjes gaan uitladen. Hey, Woezel en Pip. Mooi, hè? Ze zijn helemaal dol. Het liefste willen ze los, maar het gras is net gemaaid. En als ik ze dan hier loslaat, dan komen ze er terug als twee keer met de kikkers. Dus ik hou ze maar verstandig aan het lijn. Hey, Woezel en Pip. Hey, is het mooi hier? Is het mooi hier? Ja. Nou, maken we nog even ons rondje af. Ja. Wat is dat? Die paarse. Paarse. Met kraaltjes. Ja. Maar even kijken, welke voor leeftijd is dit? 3. Oh, dat kan wel. Die haal ik aan mijn en met deze. Met deze hebben. 4. Wat vind je dit dan? Voor Luan? Ja. Een bestuurbare spin. Kunnen we papa laten schrikken? En laten we papa schrikken met een spin. Die is wel leuk, hè? Leg die op maar het karretje. Ja, een spin ook heel lopen. Ja, een spin kan ook lopen. Ja, en wat is dit? Dit is een... Nee, die is een beetje voor grote kindjes. Leg die er maar op. Dit is passen. Dat was de action. Op naar de speelgoedwinkel. Eerst fotolijst. Ja? Fotoboeken. Ze hadden dus geen lijn meer bij de action. Dus dan weet ik niet waar ik de lijn vandaan moet gaan halen. Maar die moeten we nog naar op zoek. En deze spullen. Oké. Zo. En nu? Naar de speelgoedwinkel. Gaan we hier naar binnen. Wie heeft die spelletjes? Die. Kijk. Ja. Mama. Ja. Die hebben. Ja, oh ja. Die was leuk, ja. Die hebben. Die hebben. We hadden op de reclame gezien. Die hebben. Die hebben in elkaar. Ja. Die ook? Ja. Die heeft jou in elkaar. Oké. Okay. LOL-balletjes. LOL-balletjes. Goed zo. Mag je even wandelen? Ja. Is je ook? Ja. Nou, staan. Volgens mij ben jij hier nog een beetje te klein voor. Nou, steppen. Wacht, ga jij er helemaal op staan? Twee voetjes erop? Andere voetje er ook op? Ja, hou vast, hè? Hou vast, hè? Stapt hij maar af. Het is een beetje te groot voor jou, hè? Misschien is het wel leuk voor Luan. Ja. Ja, je bent hier veel te groot voor. Leuk. Ja, je bent veel te groot voor jou. Is dit even klein? Deze ben je te groot. Die vindt mama even iets te groot voor een vlagje. Dan kan je wel vragen voor Sinterklaas of voor kerst of voor je verjaardag. En een t-shirt. Ja. Die kunnen de haartjes kleuren. Dat is grappig, Sil. Kan je zelf kammen? Ja. Een mooie Barbie? Haakje. Ja. Het regent. De pannetjes worden dat. Ja. Nou, we hebben weer genoeg ingeslagen. We gaan nu snel terug naar de auto. Terugbrengen en naar huis. Dan mijn karretje terugbrengen. Karretje terugbrengen. Ja, daar heb je betaald. Daar hebben we het blauwe steentje. Oké, ja. Alsjeblieft. En we zijn er weer. Nou, hoe laat is het? Even kijken. Ja. 2 uur? Nou, dat denk ik niet. Ik had nog eten mee. Ik had vanochtend even heel snel rijstwafel en een pak kipfilet in de tas gepleurd, wou ik zeggen, gegooid. Ik had niet zoveel zin van om helemaal uitgebreid te smeren. Dus ik neem even een krekkertje met kipfilet.
Hm. En jij hebt nog je doosje Smarties van oma, hè? Op. Is die op? Wil je ook een krekkertje kipfilet? Nee? Opa, nee, ik heb niet nog geen krekkertje. Dat was van oma. Oh, hebben we nog water? Wat ga je doen in de tas? Oh ja, telefoon pakken. Het is? 5 uur. Kwart voor 1. Nou, we hoeven nog lang niet Leon op te halen. We hebben nog water. Nee. Hebben we nog water? Ik heb dorst. Oh, heb je ook dorst? Nee. Maar ik heb zo zeep. Ja, je had wel drinken op, hè? Nee. Wil je drinken? Nee. Die is op, schatje. Jouw fles is op. Heb je helemaal opgedronken? Ik heb nog wel water. Water of anders niet? Jij mag kiezen. Water of anders niet? Moet je wachten tot we thuis zijn. Mama heeft hier geen ander drinken. Thuis gaan we even lekker een boterhammetje smeren. Huh? Zie je wel klaar nou? We gaan naar huis. Ja. Oh, ik ga naar huis. Hey, ik vind die zagen erg leuk. Wat vind je leuk? Oh, aan de rem. Dus later. Oh. Nou. Tot naar huis. Wil je die op? Lekker hoor. Nou. Radio aan. Radio aan. Oké, jongens, we zien jullie thuis weer. Ik zal een klein beetje shoplogje opnemen vanavond of straks. Ik zou zo een klein beetje een shoplogje opnemen. Wel veel shoplogjes deze tijd, maar goed. Doe er ook niks aan, jongens. Het is wat het is. Het is wat het is. We zien jullie thuis. Zeg maar dag tegen de mensen. Dag. Dag. Ik ben weer thuis. Lucilla ligt even lekker op bedje. En ik heb hier 200 bordjes. Want wie staan hier lekker te kwispelen, mijn vrouwtje? Yo, een lekker bordje. Even lekker een lekker bordje eten, hè. Even een lekker bordje eten. Even een lekker potje. Pip gaat helemaal daar zitten. Is dat een lekker potje? Is dat een lekker potje? Nou, niet zo jaloers kijken naar elkaar, hè? We hebben er allebei eentje. We zijn weer thuis en ik wil weer even laten zien wat ik heb gekocht. We zijn bij de Action geweest en bij de speelgoedwinkel. De Top 1 Toys, als ik uit mijn hoofd niet vergeet. En waarvoor ik naar de Action moest, was eigenlijk voor de fotoboeken en de fotolijn. En dat zijn deze fotoboeken. De bel gaat. 2 seconden. Ja, daar was ik weer. De bel ging even. Ik heb dus fotoboeken gehaald. Het waren de laatste 3 fotoboeken die er überhaupt nog waren van de Action. En wat ik heel erg jammer van te horen is dat hun fotolijm uit hun assortiment is. Daar begrijp ik echt helemaal niks van. Want het is echt een lijm die we al jaren gebruiken. Dus ontzettend fijne lijm. De fijnste lijm vind ik die er is. Omdat die helemaal niet bobbelt en zo en gewoon goed plakt. Maar goed, die is uit het assortiment. Dus ik moet er even iets anders voor bedenken. Ze hadden geen vervangende lijm. Dus ja. En wat heb ik nog meer gehaald? Fotolijstjes, want ik heb ook nog best wel wat foto's over. En dat vind ik leuk om die dan in fotolijstjes te zetten. En ik vond het ook leuk om weer wat nieuwe update foto's in een groot fotolijst te hangen. Dus ik heb deze grote meegenomen. Jongens, ik weet echt de prijzen niet meer. Ik heb 2 verschillende bonnetjes. Bomvol met producten. En om dat allemaal terug te gaan zoeken, dat is ontzettend veel tijd. Dus ik weet niet meer uit mijn hoofd hoeveel alles is. Maar deze waren volgens mij een paar cent. Deze was volgens mij 6 euro. Fotoboek is volgens mij 3 euro. Dat is een beetje globaal. Waarvan ik nog een beetje weet van wat het is. En dan heb je ook nog altijd van die dingetjes bij de Action. Waar je dan langs die paden loopt. En eigenlijk er langs loopt en denkt, oh ja, dat is toch wel handig. Maar het stond niet op je lijstje, zeg maar. Maar goed, ik ben er heel vatbaar voor. Ik zag namelijk deze lekkere sloffen. En super handig. Ik heb nog geen slof voor deze... winter, dus ik heb deze sloffen meegenomen. Er stond geen prijs bij volgens mij, dus ik weet niet eens meer hoeveel ze kosten. Het zal een paar euro zijn. Deze leuke accessoires, dingetjes voor Lucilla met clipjes en die hartjes en die elastiekjes. Dan heeft ze zelf deze 2 kleine puzzel speeltjes uitgezocht, poppetjes. Deze geeft ze straks aan Luan, als Luan van school komt, dan is het voor haar. Van Paw Patrol en van Frozen. En dan kwam ik nog heel toevallig, er lag er maar 1... een pietenpakje tegen. Voor meisjes. Moet ik jullie even het plaatje laten zien. Kijk. Dit is het pietenpakje. En ik zag het liggen tussen de jurkjes.
En voor de rest zag ik helemaal geen pietenpakjes meer liggen. En ik heb nog rondgekeken, want ik wilde ook graag dan een pietenpakje voor Luan. Maar er lag voor de rest helemaal niks. Dus ik denk dat ik een verloren pietenpakje heb gevonden. Die heb ik ook maar meegenomen, want het is natuurlijk straks ook leuk voor Sinterklaas. En deze hele leuke, dit hele leuke elastiek ding. Het is een elastiekje met deze vriegeltjes eraan. Vond ik ook erg leuk voor Lucilla en haar haartjes. En dan dit kleine make-up setje, omdat dit toch heel snel altijd opgaat. En Lucilla vindt het geweldig. Het was volgens mij 50 cent of zo. Snoepjes. Ik ga daar niks over zeggen. Honden snoepjes, koekjes, deze bordjes. Ook voor, wat was het? 1,5 euro of zo. Chocola. En deze familiekalender vond ik ook wel weer heel erg leuk. Omdat er toch best wel veel op mijn plannen zijn. En soms lopen dingen door elkaar. En ik denk, hey, weet je wat handig is? Ik ga het gewoon proberen op zo'n kalender. Dus ik ben heel benieuwd of er nog meer families zijn die met zo'n kalender werken. En of wat voor ervaring jullie erbij is. Ik ga het uittesten. Laat ook even jullie reacties daaronder. Whatever. Gaan we door met de speelgoeddingen. Ik vind bij de Action hadden ze weer leuke spulletjes. Altijd een beetje low budget, leuke speelgoed dingetjes. Voor Luan had ik deze spin heb ik meegenomen. Dat is een afstandsbediening spin. Hij was uit mijn hoofd 7 euro of zo. Dus ik ben heel erg benieuwd wat hij hiervan vindt. Dat gaan we in een vlogje aan jullie laten zien. En deze Hatchimal balletjes. Ik vond ze ook heel erg leuk. Ik heb er 3 van meegenomen. Ze waren 4 euro. 4 euro uit mijn hoofd. Per stuk. En volgens mij lagen ze in de speelgoedwinkel ook. Maar waren ze volgens mij iets duurder. Maar dat durf ik niet 100% zeker te zeggen. Maar die gaan we ook in een Lucilla vlogje openen. Dit vindt Lucilla heel erg leuk. En dan dit nagelsetje heeft Lucilla zelf uitgezocht. Deze. Ja. Eigenlijk is het daar nog een beetje te klein voor. Maar als ik het op haar vingers doe, vindt ze het hartstikke leuk. Het is echt zo'n poppenmeisje. Die ik heel erg leuk vind om nagellakjes op te doen. En hier kun je ook van die leuke glittertjes en zo erop doen. En dat dingetje vond ik wel erg leuk. Dus ook voor Lucilla vlogje. Volgens mij was deze ook zo'n 5 euro of zo uit mijn hoofd. Dan heeft ze zelf deze Little Pony uitgezocht. Dat zijn kraaltjes die kan je. Ik kan het hier achter wel even laten zien. Kraaltjes die kan je allemaal op de pony doen. En dan kan je zelf ook de kraaltjes weer eraf knippen en zo. Ik dacht dat vindt ze ook wel heel erg leuk. Ook weer leuk voor haar vlogje. En deze was volgens mij een tientje. Uit mijn hoofd. En dan heeft ze deze nog zelf uitgezocht. Dit is zo'n kap dingetje zeg maar. Met deze dit zit echt wat rijtjes in. Dus dat maakt echt geluidje. Met zo'n spiegeltje met make-up dingetjes. Kijk, zo ziet het erachter uit. Dus daar kan ze ook weer lekker mee tutten in een videootje. En dan hebben we ook nog deze pop gezien. Dit vond ik vroeger ook altijd geweldig. Ik weet niet of er nog nostalgie is onder de moeders hier bij ons. Maar ik heb hier vroeger ook heel veel mee gespeeld. En het is zo'n make-up pop. Dan kan je zelf de haren kammen, zelf opmaken en dat soort dingen allemaal. Heel erg leuk om lekker mee te spelen. Dus die gaan we ook uitproberen. Volgens mij was deze ook 10 of 15 euro uit mijn hoofd. Dan gingen we door naar de speelgoedwinkel. Die zat ernaast. Even een beetje de hand open. Dan heeft Lucilla heeft deze Barbie uitgezocht. Oeh, nu moet ik kniezen. Ja, gezondheid. Dankjewel. Deze Barbie pop heeft Lucilla uitgezocht. Dit is eigenlijk haar allereerste Barbie pop. En die vond ik wel heel erg leuk, omdat je hier ook echt die haartjes, die verkleuren ook en zo. Tenminste, als het goed is, dat staat erop. Dus haar eerste Barbie pop die is binnen. Deze was afgeprijsd. Nee, ik weet niet of die afgeprijsd was. Maar hij was volgens mij 14 nog wat. 15 euro. En dan deze. Die heb ik ook op de reclame op televisie gezien. En de kinderen werden hilarisch toen ze dit zagen. Dit spelletje. Mr. Bucket. Dat weet ik ook nog wel van vroeger. Dat het vroeger ook al was. Volgens mij een heel oud spelletje. Laat ook even weten onder een reactie. Als je dit spelletje kent van vroeger. Heel erg leuk. Deze was wel wat duurder. Volgens mij 30 euro of zo. Eigenlijk is mijn max voor een vlogje. Ongeveer 20 euro. Maar goed, dit is wel echt een heel leuk spelletje. Ik denk dat ze hier ook vrij vaak mee gaan spelen. Dus die wil ik gebruiken voor een Lucilla vlogje. Die is voor 3 plus jaar. En dan nu voor Luan. Voor Luan heb ik deze, omdat hij natuurlijk zo gek is van hondjes. Heb ik dit spelletje uitgekozen. Die zie je ook regelmatig op de reclame. En als Luan die ziet, wordt hij ook hilarisch. Dus ik zag hem liggen. Hij was ook 30 euro. Iets boven mijn max budget. Maar goed, ook hiervan denk ik dat ze nog vrij veel mee gaan spelen. Dus het is ook wel weer leuk voor een vlogje. Voor Luan zijn YouTube kanaal. Deze was ook leuk. Was volgens mij ook nog afgeprijsd. Kan je zelf pizza maken. Ook voor Luan's leeftijd.
En nou, eigenlijk is het voor 8+, maar als ik meedoe met hem, kijk je achter, staat het op. Kan je dus zelf je allereerste pizza maken. Ik dacht dat is ook wel heel erg leuk, aangezien Luan heel vaak naspeelt dat hij pizza maakt. Hiermee kun je dus een echte pizza maken. En deze was volgens mij, hij was afgeprijsd, volgens mij was het nu 14 euro, 15 euro. Luan is heel gek van poppenkast gebeuren. Aangezien ze de pas een poppenkast op school hebben gehad, heeft het alleen maar over poppenkast poppen. En deze zag ik ook liggen, was ook afgeprijsd, 15 euro. Wat van die speelpoppen. En ik denk, ik heb misschien ook wel leuk voor een Luan vlogje. Om samen met deze poppen een toneelspelletje op te spelen, zeg maar, voor jullie. Dus deze poppen. En als laatste, dit is eigenlijk wel heel super gaaf. Deze was ook afgeprijsd. Tadaa! Dit is een stepje. Deze was 20 euro. Hij was een stuk duurder, maar hij was afgeprijsd. En ik denk dat Luan het ook wel heel erg leuk vindt. En om dit uit te testen, buiten en zo. Hij heeft nu wel zo'n leeftijd ervoor om dit uit te gaan proberen. We hebben het ook even in de winkel geprobeerd, zoals je hebt gezien. En Lucella is er echt nog te klein voor. Maar ik denk dat is ook wel leuk. Het is 5+. Om dit dus te gaan testen met Luan in een videootje voor hem. Dus ja, we hebben weer heel wat ingekocht. Ik moet wel erbij zeggen, we kopen altijd best wel veel in één keer in. En dit is dan voor de komende maanden eigenlijk een beetje verspreid. Dat we het dus in videootjes unboxen en laten zien voor jullie in de kinderkanaaltjes. Dus Luan Bellinga, Lucella Bellinga. Als je dat nog niet wist, kijk even op hun YouTube kanaal. Vergeet niet te abonneren. Iedere week komt daar een videootje online. Dus dit waren een beetje de spulletjes die ik heb ingekocht. Ik hoop dat ik je een beetje bij heb in kunnen inspireren. Wellicht hè, de Sinterklaas en de kerst komt eraan. Heb je ideetjes op gedaan? Lijkt me heel leuk. Laat het even weten onder de video's. Als je ook nog leuke speelgoedideetjes hebt of andere leuke ideetjes, vind ik het ook altijd heel erg leuk om van jullie te horen. Ik ga alles hier opruimen. En ik zie trouwens dat ik nog wat ben vergeten. Ze hebben ook nieuwe LOL bol poppetjes. In een kleinere variant. Deze waren 5 euro per stuk. En die vond ik ook wel heel erg leuk. Dus ik heb er 3 van gekocht voor Lucilla. En deze heb ik voor Luan gekocht. Dit zijn fireballs. Ik weet niet of jullie dat nog weten van vroeger. Ik had ze altijd in, op de basisschool, groep 7, groep 8 en zo, had ik ze altijd in de klas. In, ja, met mijn vriendinnen, fireballs. Leek me wel heel erg leuk om deze dus aan Luan te laten zien. En met hem te laten proeven hoe hij dan reageert als hij zo'n fireball in zijn mond heeft. Leek me ook hilarisch. Dus dit heb ik ook nog gehaald. Dat zijn onze druifjes weer. Nu is het hé jongen, laat papa ook, hè. Ja. Oeh. Bij school mag nu wel altijd een snoepje. Was leuk op school? Ja, we moeten stoppen. Papa! Hé, prinses! Ja, ik heb die gezien. Dat is een heel leuk vlogje geworden van jou. Ja. Even kijken op Lucilla's kanaal. Dat waren lopsiepopjes. Ja. Mag mama ook een snoepie? Mag mama ook een snoepie? Mag ik zelf trouwens, ik heb er aan deze. Nee, je mag zoveel pakken, zoveel als je wilt. Nee, je hebt er genoeg op. Je bent een boef. Je bent een boefie. Hoeveel had je er? Een 1. Dus... Je krijgt een lange neus. Je krijgt een lange neus. Je had er niet 1. Mama, ja? Ik heb eentje daar. Maar ik doe deze. Ja, en die is nog van jou? Zo? Ja, mag en dan ik er ook even hebben? Ja, met een topje. Hij mag niet. Kijk eens, Lucilla. Lucilla, jij hebt die. Ik krijg trouwens wel eens de vraag wat we doen met al die speelgoedjes die we unboxen in video's. Wij geven het allemaal weg aan de weggeefwinkel, jongens. Soms dan, eens in de zoveel tijd, dan inventariseer ik even wat we thuis hebben en waar ze nu mee spelen. 9 van de 10 keer is het nog super mooi speelgoed. En dat geven wij gewoon weg aan de weggeefwinkel en ja, aan mensen die ja, het weer kunnen gebruiken. Dus het is allemaal, uiteindelijk is alles besteed aan het goede doel. Kijk eens jongens, ik heb de lijst opgehangen. Tadaa! Ik weet niet een beetje of jullie het kunnen zien. Oeh, ja, dat is licht. Met ook een echofoto. Ja! Vind je het mooi? Heb je de nieuwe gezien? Misschien kan je het zo beter zien. Nee. Ik ben terug van kantoor. Vrouw, is het fijn dat je terug bent. Nou, we gaan pannenkoeken bakken, aangezien we echt boodschappen moeten doen. We hebben niks anders in huis om pannenkoeken. We hadden nog net 3 eitjes, een pak en zure melk. Nou, geen zure melk. En geen zure melk. Nee hoor. Nou, dat is goede melk. Nou, en woezel, wil je ook een pannenkoekje van vader? Papa is weer terug van kantoor. Lange reis gehad. Oh, heb je papa zo mist? Oh, kindertje, hè? Oh, kindertje. En waar is mijn pip? Och, mijn kinderen die zijn hier aan het spelen. Hé, hey, pipje. Kom bij vader. Ik ben weer thuis. Ik ben weer thuis, terug van kantoor. Uren jullie moeten missen. Mam, hij is afgelopen nog dit vandaag. Oh. We zullen weer met alle poppies op de bank. Je
tuin. Hé, hey, wil je babyboy weer een flesje in te geven? Met al je mooie popjes. Wat ben je aan het kijken, Lua? Dip en Dab. Dip en Dab? Dit is toch vaak hele kleine kindjes. Ja, hey. Maar dat is zo grappig. Kijk, dit is Dip en Dab. En dat hebben ze weer uit de la gevonden. Daar keken ze vroeger altijd naar. En opeens hebben ze weer een moment dat we ze weer willen kijken. Goed, hè? Nee, kijk! Ja? Oh, ik zag het. Maar kijk dan! Kijk, ja, oh, sorry. Oh. Dan wordt hij zo boos. Nou, oh, dus dit vinden jullie leuk. Kijk. Ik zie het. Dit is heel grappig, jongens. Dit is zo'n typisch ding voor de vlog. Ik heb net pannenkoeken staan bakken en hij doet de camera aan en wie kruipt er stiekem achter de pan? Moet je kijken, hè? Is dat een mooie dip en dat? Ja, doe maar alsof jij hem hebt gebakken, jongen. Kom maar. Nee, gaat niet goed. Nee, gaat niet goed, want het beslag is nog niet goed. Oké, maar goed. Dan hebben we overal spetters. Nee, mama die gaat nou weer verder. De camera gaat uit. Mama gaat weer verder. Rol hem op. Nee, dat kan nog wel. Rol hem op. Ja, nee, ik gooi hem op. Film. Alleen mama gaat lekker. En dan turn op voor de vlogs. Oké? Zeg maar dat ik het kan. Ja. Pik, dat is een hete pannenkoek. Hou, hè? 1, 2. Wauw, hé, hey, duimpjes omhoog voor papa. Zo vroeger geleerd op de academie. Een militaire dienst, hè? Lekker pannenkoeken. Nou, we eten vanavond dus pannenkoeken. De pannenkoekjes zijn klaar, wij gaan lekker eten. We hebben morgen iets heel leuks op de agenda. We gaan naar de kapper. Moeten we de eerste knipper krijgen. Eens kijken. Ja, morgen gaan we lekker naar de kapper. Tot morgen. Dag, papa.